Hey, welkom terug allemaal, beste mensen van Business to Business Roy. We hebben onlangs een hele goede clinic gehad, de Brain Boost Experience, bij jullie op locatie. En ik dacht, ik ga jullie nog wat sturen om te zorgen dat jullie goed gefaciliteerd worden. Want je kan het ervaren, hè, je kan de emotie van de avond meekrijgen en je kan erover nadenken en je kan met elkaar informatie uitwisselen. Maar uiteindelijk draait het maar één ding. Er zijn maar drie redenen dat ik een presentatie geef bij businessclubs. Dat is, ik wil dat mensen iets nooit meer gaan vergeten. Ik wil dat mensen absoluut iets gaan doen of dat ze iets gaan laten in de toekomst. En bij jullie, bij de businessclub Business to Business Roy, is het doel geweest om te zorgen dat jullie meer gaan integreren met elkaar. En ook eens echt gaan netwerken door werkelijk verbinding met elkaar te maken. Dus niet in een rollenpatroon bijhangen, maar zorgen dat je meer gaat koersen op een meer verbindende manier van netwerken. Waarbij je elkaar gaat helpen met vragen die bij jullie leven. En natuurlijk kun je dan nog steeds lekker borrelen. En natuurlijk kun je nog steeds gezellig met elkaar ouwehoeren en praten. En het is ook natuurlijk altijd legitiem om op mensen af te stappen die je al kent natuurlijk. Maar werkelijke verbinding tussen een groep van 175 mensen, zeg maar. Daar kan iets magisch ontstaan. Oké, wat hebben we eigenlijk op die dag gedaan? We hebben in eerste instantie hebben jullie die auto's laten invullen. En daar hebben we gevraagd van wat zijn de associaties die je met die auto hebt. En die zijn op een kaartje verschenen. En daar stond ook in wat is je wens op dit moment. De bedoeling van die oefening is eigenlijk dat je hem een beetje uitbouwt. En dat je gaat afvragen, nou die associatie die ik met die auto heb, hè, die meest mijn voorkeur had. Waar komen die associaties in mijn leven nog meer voor? En wat zijn de voordelen van en hoe kan ik die voordelen nog meer uitbouwen? En hoe kan ik dat doen ten aanzien van netwerken? En de tweede les was, kijk, als je met mensen in verbinding gaat, dan is het belangrijk dat je alle informatie die je binnenkrijgt, dat je die ook daadwerkelijk gaat opslaan. En daar hebben we een oefening mee gedaan in namen onthouden. Namen plus feiten plus de auto plus de associaties. Vier dingen moest je onthouden. Jij bent in staat, zonder probleem, gewoon 20, 30, 40 namen van mensen te onthouden en exact de naam te weten, plus de feitjes, plus de aanvullende informatie die je kan gebruiken in het netwerken. Dat is geen probleem. Als je je brein maar goed gebruikt, als je maar zorgt dat je werkelijk verbinding hebt, als je maar zorgt dat je één ding tegelijkertijd doet, gefocust bent, als je maar niet de aandacht op jezelf richt, maar de aandacht vol op de ander. Doe je dat, dan maak je meer verbinding. Dat hebben we in het naamvoorstellen hadden we het gedaan en dan hadden we 6 stappen. Je souffleerde eerst de hand in die van de ander, zodat je werkelijk contact maakt. En die hand, die was stap 2, die hou je 6 seconden vast, omdat je brein dan oxytocine aanmaakt. En oxytocine is de verbindingsstof tussen mensen. Doe je het korter, is het vluchter, wordt het meer een rollenpatroon. Dan was de derde stap. Dan vraag je, kijk eerst hoe gaat het met die andere persoon. Eventueel vraag je hoe gaat het met je. Vervolgens heb je die hand nog steeds vast. En dan vraag je, hoe heet je precies? Dus wat je niet doet, is je eigen naam gelijk zeggen. Maar je ontvangt eerst de naam van de ander. Dan is de vierde stap. Het kan zijn dat iemand zijn naam niet goed heeft gespeld. Of dat je hem niet duidelijk hoort. En dan vraag je het gewoon nog een keer. Of desnoods vraag je om die naam te spellen. En dan is het vierde wat je doet, is je herhaalt die naam, die herhaal je gelijk. Dus je zegt iets in de trant van, aangenaam kennis te maken, Wout Plevier. Dan heb je hem al één keer verankerd. Dan hoef je maar één ding te doen. Dat is aanvullende feitjes erbij te koppelen. Dus dat kun je doen door de naam, als het een beetje een moeilijke naam is, door een associatie te zoeken met die naam. Bijvoorbeeld iemand die je kent die ook Wout heet. Hè? Wouter Bos of Wouter Hamel. En daar maak je een foto van, een mentale foto, en daar plaats je bij die persoon. En wat je dan merkt is, dan gaat die informatie niet naar je korte termijn geheugen, want dus woorden gaan alleen maar in eerste instantie naar je korte termijn geheugen, maar dan gaan ze naar je lange termijn geheugen, waardoor je het veel makkelijker kan opslaan. En eventueel kun je dan later ook nog al die extra laagjes, hè, dus die extra informatie die persoon geeft, kun je koppelen aan dat beeld. En daar maak je een film van. Nou, dan zeggen mensen, jeuze, wat veel werk. Maar je doet natuurlijk maar één ding tegelijkertijd. Je souffleert eerst. Je gaat op het randje van iemand zijn energie staan. Hè, dat je voelt dat je present bent. Dan vervolgens vraag je hoe gaat het met je en wat is je naam. En je houdt die hand vast om oxytocine aan te maken. Vervolgens heeft die naam gezegd, als je onduidelijk is, dan laat je hem nog een keer spellen of nog een keer herhalen.
En dan herhaal je hem door te zeggen, aangenaam kennis te maken, wou plevier. Of fijn dat je er bent, wou plevier. Iets in die trant. Vervolgens associeert met dingen die je al kent over dat onderwerp. En dat kan enerzijds zijn met bekende mensen die in jouw omgeving bekend zijn. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld met oudoniemen gaat werken. Dus op de klankkleur van iemands naam ga je de naam onthouden. Dus Wout, plevier, klinkt naar plezier. En Wout is een bos, of de Wouters zijn de politie. Dus de politie heeft plezier, en dat kun je visualiseren. En daardoor wordt het makkelijker om de naam van iemand te onthouden. Wat we toen hebben gekeken is naar de elementaire vraag. Iedereen heeft een elementaire vraag. Wat is jouw wens? Waar heb jij behoefte aan? Waar heb jij interesse in? Waar wil je over verwonderd raken? Wat zoek je ten aanzien van een probleem in je werk? Wat zoek je ten aanzien van vinden van opdracht of klanten? Waar heb je hulp bij nodig? En als je een goede netwerkclub wil worden, dan is dat belangrijk om dat met elkaar uit te wisselen. Op een leuke, dynamische manier. Maar daarvoor is één ding belangrijk, dat je werkelijk interesse hebt voor de ander. Dat je niet zelf continu aan het woord bent, maar dat je eerst de ander in het licht zet en de interesse toont en verbindt met de ander en empathisch bent naar de ander. En vragen stelt en luisteren wat de ander vertelt en dat samenvat en weer terugkoppelen. En als dat gebeurt, dan gaan mensen je leuk vinden, die gaan je sympathiek vinden. Die gaan je inspirerend vinden. En dan gaan ze ook interesse in jou tonen. Zo werkt dat. En dan krijg je de beste chemie. En dat past op dit moment ontzettend goed bij deze maatschappij. Want klanten hebben nog nooit, vroeger was het zo, Henry Ford die bouwde auto, die zei je mag elke kleur kiezen als hij maar zwart is. Toen gingen we een stukje verder. Toen gingen bedrijven producten maken met unique selling points, USP's. En die werden de markt ingezet. En dat werd vervolgens verkocht aan klanten. En klanten konden dan kiezen wat gaan we nemen. En de volgende fase was dat de klant eigenlijk wens had. Toen gingen ze meer verdiepen in wat de klant nodig had. En op basis daarvan gingen ze producten aanpassen. Maar nu is de tijd dat de klant, omdat ze alles in hun hand hebben, hè, die smartphone, die iPad, tablets, die hebben ze in hun hand. Dus de hele wereld zit in hun hand. Dus ze kunnen heel makkelijk nazoeken wie de goedkoopste is, de beste, de slimste, etc. Dus je moet als leverancier, moet je werkelijk de hoogste kwaliteit gaan bieden. Werkelijk interesse en empathie tonen naar je klant. Dat de klant jou echt leuk gaat vinden. Dat het een beleving wordt met jou. Dat is deze maatschappij. En niche marketing, dus één ding kiezen en daar heel duidelijk in zijn wat je doet en wat het voordeel daarvan is voor de klant, is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Je kan niet meer een alles provider zijn, dat gaat niet. Dus één ding kiezen en dat goed doen en daar geïnspireerd in zijn en anderen daarin inspireren en zorgen dat je de ander in het licht zet en daar jouw verhaal bij laat aansluiten, is veel krachtiger. Ja, dus dat is het. Nou, dan heb ik als laatste nog iets wat je ook nog kan helpen. Er zijn 10 wetten die vanuit het brein de meeste impact geven als je dat toepast bij netwerken. En die ga ik je gewoon geven en ik zal ze kort uitleggen. En de vraag is dan, welke van die 10 wetten kun je meer uitbouwen waardoor jouw power, jouw kracht, je impact op je klant en je omgeving en de power en impact op de netwerkclub, de business-to-business club Roy, groter wordt, gaat groeien. Want wij zijn op weg om de allerleukste business-to-business club Roy te worden. De beste business club van Nederland. Weet je nog? Dat is een outstanding nieuwe. Welke van deze wetten kunnen jullie actiever inzetten, waardoor je meer impact gaat krijgen op enerzijds je personeel, anderzijds je klanten, je leveranciers, maar ook binnen BTB Roy op elkaar. Hoe worden jullie de beste, allerleukste business-to-business club Roy, de beste BTB-club, de beste businessclub van Nederland. Wat kunnen jullie daar dan meer voor doen? Wat kan jij daar meer voor doen? Dat is de vraag. Hey, ik hoop dat je het leuk hebt gehad. En wellicht zien we elkaar in de toekomst nog. Ik heb met ontzettend veel plezier jullie getraind. En ik zou zeggen, tot in de toekomst. En voor nu, leef met inspiratie, bruis en impact. Groetjes van Wout Plevier. Bye-bye.